De leden van de KNSB stiert unaniem achter voorzitter Doekle Terpstra. Dat is de uitkomst van de vergadering gisteren in Utrecht. Terpstra moest uitleggen hoe de volgende procedure bij de omwiezen van de meest geschikte locatie voor de topsporttrainingsaccommodatie. De leden hier komen fine in uitleg van de voorzitter. Ik kon zijn integriteit weer net twijfelen. Er werd 110 miljoen euro geïnvesteerd in de fabriek van Friesland Campina in Ljouwert. Het hield weer broek voor vervanging en uitruiding van de capaciteit van het blikfabriek. Dat is nodig om aan de groeiende vraag naar condenseerde melken uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië te voldoen. De vrouw die in maart 2 homo's uit Ljouwert mishandelde het op het treinstation van Snits, maakt je goed verder jocht te verschijnen. Het liet om de 19-jarige Elena S. Haar werd poging dat deerslacht aan Lesterline. Zie je dit te jaren maar een 18-jarige vriendinnen, die mat letter dit hier vak komen. Schaafbeveiliging nu 12 keer werd oornomen door het Britse bedrijf G4S, dat het directeur Mark Schaaf bevestigde. De 20 mei werk is binnen van de morgen op een hicht gebracht. Ze hadden alleer haar werk. Ik de namen veroordeelde de eerstkomende 4-4 net. Joen en vannacht een soort bewolking. Het werd een gratis 15. Morgen bewolking, maar ik zinnen, vooral middies. Het bleef droog bij een temperatuur van 22 graden. De zuidwestenwind is matig rond vrij krachtig.